Boterlof zijn natuurlijk niet vies van een beetje doorrijden. Dat kan in Nederland een hele dure hobby zijn. Maar gelukkig hebben we onze vrienden van Flitsmeister, die de sportieve automobilisten helpt in hun strijd tegen de Flitsbrigade. Altijd handig. Maar wie zit er achter Flitsmeister en hoe werkt dat nou precies? We gaan even een kijkje in de keuken nemen. Aan deze keukentafel is het allemaal begonnen? Ja, ongeveer wel, ja. Ongeveer wel. Nou, alleen ja. De keuken is iets nieuws. De keuken is een nieuwe keuken inmiddels, maar het is hier begonnen in 2009 ongeveer. En hoe zijn jullie erop gekomen om de politie te gaan pesten? Nou, echt pesten is het niet. Het is eigenlijk meer voor onszelf te helpen, zeg maar. Dus in de zin van, als je veel boetes krijgt, dan wil je er eigenlijk iets voor doen. En Rick en ik zijn allebei software engineer. En wij kregen net allemaal een iPhone in 2009, dus zo'n oude zeg maar nog. En we wilden daar zelf wat voor maken, om van die flitsboetes af te komen. En hoeveel boetes had jij? Nou, voor mij viel het wel mee, maar voor Rick had het toch wel wat meer. Rick die reed al wel wat harder. En het is toch wel een aantal honderden euro's per jaar inderdaad. En we reden allebei een uur heen en een uur terug in een leaseauto. Dus ja, dan gaat het nog wel eens wat te hard. Dan heb je een idee, we gaan een app ontwikkelen. En neem ons eens even mee hoe dat dan verder gaat. Want hadden jullie ervaring met ontwikkelen voor iOS? Of zeg maar de eerste stappen? Ja, iPhone was redelijk nieuw, dus we hadden totaal geen ervaring met iOS. We hebben ook een jaar gedaan om echt ook live te hebben. Dus dat betekent dus gewoon echt elke zondag ontwikkelen met z'n tweeën. Ja. We hebben het eigenlijk in eerste instantie een beetje voor onszelf gedaan, voor collega's gedaan, met dat idee. Toen hoorden we in de App Store, toen die eindelijk af was na een jaar, we werden eigenlijk bedolven onder de reacties en we kregen ineens heel veel gebruikers. Als je dan terugkijkt, wat is er allemaal veranderd? Nou ja, ten eerste instantie zijn we op elk platform nu beschikbaar. Onze gebruikersaantallen zijn nu bijna naar ongeveer 500.000 zeg maar, per maand. 500.000 gebruikers geven. Ja, unieke actieve gebruikers per maand die onze apps gebruiken. Dus dat is Android, iPhone, Windows Phone en BlackBerry. En we hebben ook onze mobiele website ook erbij. Wat gaat er nog potentieel bij komen? Of wat heb je wilde dromen? Of je zegt, nou, als we daar zouden kunnen komen, dan is het helemaal fantastisch. Ja, op verkeersveiligheid, op wegwerkzaamheden, mensen die elke dag een route rijden, informeren dat ze toch misschien beter anders kunnen rijden en dat soort zaken. Het moet allemaal veel simpeler zijn en dat is denk ik wel, je moet niet nadenken over waar je naartoe wil, dat moet de app weten zeg maar. Dus daar zitten nog wat uitdagingen in. Dan ben ik toch wel benieuwd, want als ik met mijn telefoon een melding doorgeef of bevestig van inderdaad hij staat er. Wat gebeurt er daarna? Ja, dat is natuurlijk ook een stukje geheim van de smid, maar dat kan je wel even laten zien. Ja, dit is het hart van het systeem denk ik dan, maar dat is niet wat normale gebruikers natuurlijk op een app zien of op de website. Nee, dit is onze eigen portaal waar we in ieder geval de actieve flitsers altijd zien en monitoren. Om wat meer te laten zien hoe we dat dan doen. Je meldt de flitser op je telefoon. Ja. Bijvoorbeeld A12 bij 80.4 is om 8:08 gemeld door iemand. Die komt niet direct bij ons in het systeem. Het is afhankelijk van de tijd, of het spits is, of het een A-weg is, of het een N-weg is. Op N-wegen komen veel minder gebruikers, dus daar moet je het algoritme iets anders mee doen. Ook afhankelijk of de betreffende gebruiker al eerder een goede melding heeft ingestuurd of een slechte melding, zeg maar. Dus er zitten wat afhankelijkheden daarin. En flitsers in een bebouwde kom, wat doen jullie daarmee? Op dit moment doen we alleen A- en N-wegen. En wat we niet willen is dat flitsers gemeld worden in 30 kilometer zones. Je bent gewoon een eikel als je 100 km per uur ergens rijdt binnen een bebouwde kom, vind ik. Dat vinden wij vanuit Flitsmeister. En om die reden doen we in eerste instantie alleen A- en N-wegen. Wellicht dat we in de toekomst nog wel met provinciale wegen nog wat dingetjes mee gaan doen, maar binnen bouwde kom en met name 30 kilometer zones, daar willen we eigenlijk onze handen niet aan zitten. Jorn, met 500.000 gebruikers kan ik me voorstellen dat je ook wel wat vragen krijgt en jij bent de man die alles beantwoordt. Ja, eigenlijk wel. Als voorbeeld, we krijgen bijvoorbeeld na de nieuwe update van afgelopen week krijgen we gewoon dagelijks tussen de 20 en 60 meldingen of vragen. Bijvoorbeeld via de mail, zoals hier een voorbeeld van, maar ook via Twitter, Facebook, via alle kanalen worden we eigenlijk benaderd met vragen en ook natuurlijk complimenten. En naast alle supportwerkzaamheden hou ik mij eigenlijk volledig bezig met alle commercie rondom de app. Dus onlangs zijn we gestart met een samenwerking met BNR, ben jij ook wel bekend. Ja, ik ben daar ben ik
ik eigenlijk heb ik de leiding in gehad om dat allemaal op poten te zetten. En eigenlijk alle commerciële zaken rondom de app neem ik van mijn rekening. Krijgen jullie wel eens klachten over commerciële zaken? Want op een gegeven moment krijg ik wat meldingen in de app van bestel nu dit of ga nu daar af en dan kan je dit doen. We krijgen wel eens wat reacties op de kleine hoeveelheid reclame die wij in de app tonen. Maar als we de gebruikers uitleggen dat toch is om te kunnen investeren in de app en door te kunnen ontwikkelen, dan is er eigenlijk altijd wel begrip voor, gelukkig.